50 vrouwen, 50 verhalen in één boek, Lef 5. Welkom bij Lef 5. Vandaag zit ik hier met Claudia. En weet je, sommige mensen vertellen over hoe je het leven anders in kan richten, aan kan pakken, het verschil kan maken. En echt veranderen van hier tot daar. Maar sommige mensen hebben het ook daadwerkelijk ervaren. Sommige mensen leven het. En Claudia is precies zo iemand. Op een jonge leeftijd maakt ze iets, in mijn optiek, heel traumatisch mee. Maar maakt er zo'n radicale keuze in, dat dat eigenlijk wel haar turning point is in het leven. En van daaruit verandert haar leven en bloeit ze. Sinds 2007 is Claudia beperkt tot om in een rolstoel te zitten en ze heeft een hulphond. Maar weet je, daar is niks wat ze niet doet. Daar is niks wat haar leven belemmert. En haar kwaliteit van leven is erop vooruit gegaan. Claudia, wat fijn om je op de bank te hebben. Ja, leuk, dankjewel. Het is echt een, je bent echt een inspiratie en een zegen. Dank je. En weet je, ik vertel natuurlijk wel in het kort, maar hoe oud was jij toen jij anorexia had? Ik denk dat het begon op mijn 12e. 11, 12. Mm. En ja, het dieptepunt zat wel rond 1920. Oh, wacht, dat is een heel lange tijd. Ik dacht dat het iets was van 3 jaar of zo. Nee, want het ging op en af. Dus ik ging diep, zeg maar, en ik kreeg therapie en ging het weer eventjes. Maar het bleef altijd sluimeren. Wow. Dus het was een grote valkuil. Dus bij elk ding wat niet lekker liep in mijn leven, was mijn overlevingsmechanisme niet eten. Maar als je dat zegt, mijn overlevingsmechanisme was niet eten, greep je wel heel snel terug op iets waar jij de macht in had. Ja. Je had er controle over. Ja, zo zag ik het. Hè? Want ik had geen controle over dingen in mijn leven, maar ik had wel controle over wat ik in mijn lijf stopte. En het is een overlevingsmechanisme wat je inzet en je beseft niet dat je daarmee juist je overleven op het spel zet. Was je aan het manipuleren? Vast. Oké, okay. Waarom zeg je vast? Omdat je op dat moment ben je daar niet van bewust. Wow. Je doet het niet omdat je mensen wil manipuleren. Je doet het omdat je machteloos voelt. Maar je kan je leven verliezen door de machteloosheid wat je ervaart. Ja. Want je speelt, kijk, vanuit de kant waar we nu zitten, speel je natuurlijk wel. Je kijkt terug, speel je eigenlijk met je leven. Want je had het ook wel kwijt kunnen zijn. Ja, ik had heel goed dood kunnen gaan. Makkelijk. Het was voor jou geen spel? Nee. Maar daar komt het moment. Een arts loopt naar binnen. Ja. Wat zegt hij tegen jou? Voor mij de juiste arts. Die in plaats van heel meelevend en wat erg voor je. En dit en dat gewoon tegen me zei van. Je hebt een keus. Je gaat eten. Dan win jij. Of je gaat niet eten. Dan ga je dood. En dan heeft die ander gewonnen. Het is wat jij wil. En hij liep weg. En ik heb daar 2 nachten gelegen in die kamer. En nagedacht. En toen dacht ik ja. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Wow. Ik wil winnen. Na al die jaren? Na al die jaren was dat voor mij precies wat ik nodig had. Dat is een trigger. En dat trigger zet natuurlijk wel echt een spark. Er gebeurt enorm veel met alle stofjes in je hersenen. En op dat moment verandert je leven. Ja. Dat is de inzet van de verandering van je leven. Nou, gebeurt natuurlijk wel, jij herstelt. Ja. Nou gebeurt natuurlijk wel, jaren later. Want je hebt 3 prachtige kinderen. Even een prachtige man. Jaren later gebeurt er iets in je leven waardoor je permanent, dat is een van je zinnen, permanent punt in de rolstoel belandt in 2007. Ja. Denk je dan niet, why me? Hoe kan dit mij overkomen? Wat verschrikkelijk. Wat maakt dat je zo een veerkracht hebt? Hè? Van dit is iets wat mij gigantisch boeit natuurlijk. Waar haal je de veerkracht vandaan om te zeggen, kom op? Nou, ten eerste, de waarom-vraag ken ik niet. En ik zeg ook altijd aan mijn klanten, de waarom-vraag is de meest nutteloze vraag die er bestaat. Want je krijgt nooit antwoord. Nee. Dus ga daar je energie niet in steken. Maar bij mij komt die niet eens op. Nee. Dus ik heb nooit dat ervaren van waarom ik of waarom. Je kan net goed vragen waarom ik niet. Ja. Precies. Ik zie het meer als het is een gegeven. Er gebeurt iets waardoor je iets wel of niet kan. Ja. En daar, vanaf dat punt ga je verder. Dat is mijn veerkracht zit hem in niet vechten tegen wat is. Ja. Maar eruit halen wat er nog in zit. Ja. Dus nou, ik vind dit zo'n gezonde levensfilosofie.
Ja. Want dat is een levensfilosofie. Dat ik gun het ieder persoon. Jij toch ook? Ja, zeker. Weet je, als je kan kijken naar wat je nog wel kan. Ja. En wat je allemaal in je leven hebt. Ben je een heel rijk persoon. Ja. Dan word je rijker. Want dat jouw beker wordt voller. Ja. Alleen wat je niet hebt, geldt ook niet meer. Je kan natuurlijk niet veranderen wat in het verleden is gebeurd. Maar je hebt zicht op wat hier is gebeurd. Ja. Wat hier nog komt, zeg maar. En natuurlijk heb je te maken met verdriet. Hè, want je verliest iets. Hè? Ja. Of, iemand verliest of een functie van je lichaam verliest. Verlies brengt altijd wat verdriet met zich mee. Ja. En angst of wat dan ook. Yes. Maar je kan die gevoelens gewoon toelaten. Zonder dat het je overneemt. Ja. En van daaruit kijken. Oké, en nu? Wat ga ik nu doen? En wat kan ik nog wel? Ja. En je wordt ook heel creatief. Tuurlijk, moet ook wel. Ja. Nou heb jij, want dat is natuurlijk wel, daar is altijd, er gebeuren hele rare dingen, maar er gebeuren ook hele leuke dingen. Want die twee wisselen elkaar toch in het leven enorm af. Ja. Je bent psychologie gaan studeren. En ineens ontdek je een fascinatie voor de vrouwenbrein. Ja. Hoe leuk is dat? En nu geef je daar lezingen in, workshops in. Jij bent echt de vrouw in Nederland als het gaat om de vrouwenbrein. Dat hoop ik wel. Jawel, jawel. Ja. Kijk, als ik jouw cheerleader ben, ben jij de vrouw in Nederland. Ja. De vrouw. Kijk, moet je niet hopen. Ja. We zeggen gewoon zoals het is. En je weet het, als je zegt zoals het is, dan is het zo. We gaan niemand anders, er wordt erbij. Dit is gewoon heel gaaf. Ik zie jou, toen je binnenkwam, zag ik jouw rolstoel niet. Hoe kan dat nou, vrouw? Ik zie hem zelf niet eens. Oh, tjoe. Dus je ziet je rolstoel niet, maar je ziet jezelf. Ja. Okay. Nee, maar het is een onderdeel van mij. Ik bedoel, jij denkt ook niet na over je benen. Nee. Toch? Nee, ik hoop het niet. Dus, nou ja, die spieren. Ja, kijk, ik moet fietsen, dus ik snap het wel. Ja. Maar weet je, het is gewoon een onderdeel van mij. Ja. Net zo goed als mijn hulpond altijd een onderdeel van mij is en bij me zit. Ja. Ik draag ook elke dag oorbellen, maar ik denk niet elke dag aan mijn oorbellen. Nee. Dus die rolstoel is gewoon, het is niet mijn beperking. Die rolstoel is mijn vrijheid. Oh, ik hou ervan. Want dat zeg je zo mooi. Door die rolstoel kan ik overal naartoe. Kom ik overal. Ja. En ja, soms dan is er een beperking in de zin van een trappetje. Ja. Ja, dan zijn er misschien sterke mannen in de buurt. Ja. En die mogen zich ook inzetten hiervoor. Zeker. Dat is geen schande. Ja. Nee. Kijk, mijn man tilt mij overal naartoe. Hè. Dus als ik heb een vriendin gehad, die woonde 6 hoog. Mm. En dan ging ik op zijn rug hangen als een apie. Mm-hmm. Dat is de makkelijkste manier om zijn rug te besparen. Ja, ja. En dan droeg hij me 6 trappen omhoog. Ja. En dan zei ik tegen die vriendin, ik kom me volgende week weer ophalen. Ik moet even bijkomen. Dat was het nodig. Ja, precies. Nee, maar weet je, het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Yes. En dat geldt voor alles. Ja. Oh, maar het is zo'n mooie levensinstelling, zo'n mooi levenszicht. Want het geeft altijd kansen, mogelijkheden, ruimte. Ja. En de ruimte voor de ander, want dat is eigenlijk wat je doet. Je geeft de toestemming aan de ander om zich te vermanen en te gedragen. En om vooruit te gaan. Ja. Zeg dat goed, want je bent niet altijd liefdevol. Nee. Dat kan ook niet altijd. Dat moet ook hier de balans zijn. Ja. Hè? Je moet iemand ook kunnen vermanen. En dat moet ook natuurlijk wel in de juiste context. Je kan altijd... Er zijn twee dingen die naast elkaar kunnen bestaan. Je kan altijd begrip hebben voor de ander. Dat de intentie van die ander is, waar die ander vandaan komt. En compassie hebben voor die ander. Tegelijkertijd kan je die ander altijd op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid wijzen. Ja. Het zijn twee verschillende dingen die naast elkaar bestaan. Die moeten naast elkaar bestaan. En als je een goede therapeut, coach, hulpverlener, wat dan ook bent, dan doe je dat ook. Je doet het altijd in dienst van je klant. Ja. Jouw levenslessen, wat zijn je top 3 levenslessen? Je levensinzichten. Geloof dat je alles kunt. Dat is 1. Gewoon, je gaat ervan uit dat je het kan. Ja. Het is wel makkelijk om te denken, ik kan het niet. Ja. Je kan net zo goed denken, ik kan het wel. Ja. Dus geloof dat je het kan. Mm. Blijf altijd leren. Ja. Blijf jezelf altijd ontwikkelen, want je bent nooit klaar. Nee. En dus altijd iets nieuws te ontdekken. Ja. En stilstand is... Achteruitgang. Ja, is killing. Yes. Zeg maar. Yes. Ja, wees nieuwsgierig. Ja, hè? Nieuwsgierig naar andere mensen, naar andere bestemmingen, culturen, inzichten, wat dan ook. Ben je nieuwsgierig genoeg? Ja, ik ben wel heel nieuwsgierig. Oké, okay. Genoeg. Dat zat er bij genoeg, Claudia. Ik weet niet. Ik denk dat ik altijd nieuwsgierig zal zijn tot de dag dat ik wil gaan. Ja. Ja, ik denk het ook. Maar dat is ook je edge, hè? Ja. Je nieuwsgierigheid. Ja. Nou, Claudia, ik vond het ontzettend leuk. Ik hoop dat jij het ook heel inspirerend vindt. Want dit is natuurlijk wel de allermooiste wat er is. Niet per pakken neerzitten. Niet de slachtoffer zijn in je eigen leven. En altijd weten, het kan.
Ik dank jou voor je openhartigheid, voor je liefde en vooral voor jou, ja, gewoon voor je zijn. Dankjewel voor het interview. Natuurlijk wel. Fantastisch. Dank je. Graag gedaan.